Wie rolt de lekkerste sushis van Nederland? De komende weken gaat de Japanse topchef meneer Oshima samen met culinair columnist Joël Broekhaart op zoek naar de beste amateur sushikok van 2015. Vandaag is het dan zover. Welke 5 kandidaten mogen meedoen met de Man bij Ton wedstrijd Beste Amateur Sushi Chef van Nederland 2015? Heb je al 5 in je hoofd? Tijdje meer, meester. Ja? Hai. Oké, goed. Die door? Yes. Die door? Ja. Zijn rijst was niet goed. Niet goed. Ja. Smaak was voortreffelijk. Nou, perfect, man. Strenge meester, ja, dat is de echte Chinees. Strenge Japanse meester. Japaner, oké. Okay. Ze vonden het heel erg lekker. Ja. Yeah. Alleen zei dat ik de volgende keer Chinese rijst moet gebruiken. Ja, oké. 1, 2, 3. Vind je het goed? Ja. Ja. Hey. Jij wilt nog wat vragen? Ja. Hoe ging het? Het ging goed. Ja, heel verhaal, denk ik. Ja, het was wel heel erg leuk. Maar ja, ze waren erg tevreden over de totaal. Nee, het ging wel goed. Alleen mijn rijst was te gaar. Dus jammer. Wat hij ook tegenval was zwaar te groot. Dat is logisch, want je kunt ze bijna niet oppakken. Maar de draak was ook puur voor de show. En het ging eigenlijk om die gouden sushi's te voeren. This way it's good, but still te dik. Ja. Spannend, spannend. Ja. Nou, ik denk dat het wel goed ging. Ze lachten erbij. Daar staan ze dan, de 9 kandidaten. Maar 5 mogen er doorgaan. Nou, kandidaten. Jullie hebben allemaal enorm je best gedaan. Dat heeft een hele hoop hele leuke borden opgeleverd. En helaas kunnen er maar 5 door. Dus wij hebben een keuze gemaakt. Meneer Oshima? Past Paul van Werden. Lidi van der Broek. Jee. Leuk. Lies Gerrit. Dankjewel. Erik van den Broek. Dankjewel. Ja, en toen werd het heel erg moeilijk. Over de 5 hebben we lang getwijfeld. Degene voor wie we hebben gekozen heeft zeker niet het beste bord sushi gemaakt. Maar tegelijkertijd liet dat wel een soort out-of-the-box denken zien. Waarvan we heel benieuwd zijn wat dat de komende dagen op gaat leveren. Dus nummer 5. Ja. Wendy Nieuwzeling. Gefeliciteerd. Nou, dankjewel. We vonden het hartstikke leuk om te zien, dus we willen jullie heel erg hartelijk danken daarvoor. Dankjewel.今日は本当によく皆さん上手に寿司を作っておりました。でももう少し勉強したらもっといい寿司ができると思います。まだ寿司レストランは難しいかも分かりませんけども、いい寿司を作ってあなた方でお家でどんなところでパーティーで 楽しんでください。 これからもあなた方の活躍を期待しています。 頑張ってください。 Dankjewel. Maak kennis met Ries Geurts. In het mooie Limburgse stadje Weert woont en werkt hij aan allerlei creatieve ontwerpen. Ries denkt dat zijn creativiteit en aandacht voor het eten zijn sterke kanten zijn bij het maken van sushi. Dit is bijvoorbeeld een idee. Dit is een hembord. Dit is een soort van surfplank, longboard. En dat heb ik samen met iemand bedacht. En het idee is dat je hierop naar het station kunt skaten. En dat ding makkelijk op je rug kunt doen, de trein in. Dus het is band losmaken. En je doet dat ding op je rug. Maar weet ik niet of dat die op mij is afgesteld. Nou, past redelijk. Dus dan stap je zo de trein in. Als dat ik een papiertje krijg of ik krijg iets, dan begin ik er automatisch al mee te vouwen of mee te. Is ook nooit iets als er een
ja, als er een viltje op de bar ligt of zo, dan begin ik altijd de raarste constructies mee te maken. Dus als ik dan wegga, dan laat ik altijd iets achter of zo. Dit is jouw werkplek. Yes. Ja, echt fijn. Ik vind het ook altijd fijn om hier te zijn. Maar... Wat is er zo fijn aan? Gewoon, ik maak hier dingen. Dus het is gewoon super fijn om dingen vast te hebben en er iets van proberen te maken. Dat is wat ik graag doe. Waar komt die creativiteit vandaan? Van zijn ouders? Hoe kijken zij tegen zijn deelname aan de wedstrijd aan? Ah, Fly! Wat voor jongen is Ries? Ries is een blauwdruk van zijn vader. Echt een blauwdruk in alles. Hoe schatten jullie Ries kansen in? Ik heb geen idee. Je moet altijd je concurrenten goed kennen om dat te kunnen doen. En ik ken de concurrenten niet. Ik denk niet dat ik het van mijn kooktechnieken moet hebben. Maar wel van dat ik het presenteer. Ja, dat mensen het idee hebben, nou bij die Ries, daar zou ik wel een gezellige avond kunnen eten. Ja. Ja. Maar of Mr. Oshima daar ook genoegen mee neemt? Ik ben bang voor niet. Nee, kom op, het gaat niet over de looks en de presentatie. En ja, Nee. Het gaat niet over je gastheerschap, het gaat over je kookschap. Mijn gastheerschap, dat zou ook moeten zitten. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Maar ik denk dat je toch echt moet nadenken over goede recepturen. En dat je van tevoren oefent thuis, anders dan lijkt het mij lastig worden. Ja. Ja. We hebben hier twee zeebaarsen liggen en willen van jullie weten... Met welke vis zouden jullie recht willen werken? Hoe gaat Ries zijn creativiteit op de vis gebruiken? En hoe zullen de anderen het ervan afbrengen? Kijk morgen naar De Aftrap. Meneer Oshima, vertel het ons alsjeblieft. Ja. Hoe zit dit dan? Ja,